Kevin, kun je mij even uitleggen waarom wij in hemelsnaam in the middle of nowhere staan, waar het koud is met een paar vage bosjes op de achtergrond en een heleboel water? Nou, we staan te wachten voor een boot die vertrekt naar het Pampus Eiland en daar is het Call of Duty Ghost Launch Event. Ja, we hebben net afgesproken, we gaan de grap voor Pampus liggen gaan we niet maken, hè? Dat mag niet, hè? Nee, dat komt ook van dit eiland vandaan en zo. En dat gaat heel veel andere mensen waarschijnlijk wel doen. Gaan wij niet doen. Heel flauw, voor de hand liggend. Daar zijn we te goed voor. Ik kan eigenlijk sowieso geen grapjes maken, want ik wou dan bijvoorbeeld nog gaan zeggen dat we niet hoeven te zwemmen. Maar goed, je hebt al gezegd dat er een boot is. En volgens mij hoor ik hem al aankomen, dus misschien is het hoog tijd wat snel op de kade gaan staan. Anders vertrekt hij zonder ons. Ja, dus heel snel camera uit, inpakken en wegwezen. Oké, let's do this. Daar zijn we dan. Het feest is aan, zo te horen op de muziek op de achtergrond. Ja, het is goede muziek, dat wel. Alleen daardoor moet je heel erg hard praten om elkaar te kunnen verstaan. Wat zeg je? Heel erg hard praten om elkaar te kunnen verstaan. Nee, ik kan het wel verstaan. Kevin, er zitten gasten achter ons te gamen. Een eindje verderop in deze soort van halconstructie. Daar zijn BN'ers aan het gamen, een toernooi aan het doen. Verderop staat, nou, heb ik me laten vertellen, Nicky Romero te draaien. Daarom vind je het zulke goede muziek. Ze hebben alles uit de kast gehaald om er gewoon een heel erg tof evenement van te maken. Dus laten we even lekker rond gaan kijken. Ja, even voorin kijken. Zijn wedstrijden aan gang, toch? Volgens mij wel. Prima. Gaan we even kijken. Kevin, ik dacht dat je een biertje wel kon gebruiken, jongen. Ja, dat heb ik ook nodig. Ja, want net zaten we in de ruimte en nu? Ja, nu lopen we door het bos. Echt super intens dit. Ik denk dat je even wat verder moet spelen. Kijk, ja, dit is een godse grap. Nee, geen grap, Harry, op de achtergrond. Maar het staat wel heel hard. Dus ja. Je kunt het niet echt volgen. Nee, en ja, al die plaatjes en zo en de muziek erbij en die mooie graphics is voor mij veel te intens allemaal. Oké, nou, ik haal anders nog wel even 3 biertjes voor je. En het trilt allemaal, Rob, het trilt allemaal. Ah, er valt een boom om. Oh, nee, een boom. Het liedje op verdamd Nederland weer. Oh, de wind. Kom je ineens een collega tegen. Simon, alles goed, jongen? Hallo, Rob. Hey, gezelligheid. Het is een beetje old school, hè? Seizoen 1 met die muur op de achtergrond. Twee muur op de achtergrond. Het is no place like home. Ja, hey, even in het kort, wat is je rol hier vanavond? Wat heb je gedaan? Ik heb vanavond het Call of Duty Launch Event hier gehost. Dat betekent dus op het podium mensen verwelkomen. Eventjes iedereen door de battles heen lopen. We hebben natuurlijk de squad, BN'ers, strijd gehad. Dus eventjes de mensen aan het woord laten, de battle in goede banen leiden. Ja. En uiteindelijk niemand minder dan Ricky Romero aankondigen. Helemaal vet. Heb je het idee dat die BN'ers het een beetje goed vanaf brengen? Ja, maar ze zijn insane goed, weet je. Ik weet sowieso, Jamie is echt een van de beste kotspelers van de wereld zelfs. Tony ging erg lekker, ik moet zeggen. De teams van bijvoorbeeld Ari Komen was ook heel erg goed. Kijk, ze waren niet allemaal even goed zelf. Maar er zaten er wel een paar tussen. Weet je, Nega kan ook echt wel een paar mannen neerknallen, hoor. Ja. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus het zijn ook wel echt Call of Duty mensen. Hey, even wat anders. TV-programma, gaat lekker? Ja, gaat lekker. We hebben een nieuw seizoen, een nieuw decor. Je hebt het natuurlijk allemaal gezien. En ik denk dat het heel anders is dan vorig jaar. Heb je nog scoops? Gaat er nog iets tofs gebeuren waar je iets over mag zeggen? Ga je nog in je broek schijten in een of ander verlaten pand ergens, nee, minder in de middle of nowhere? Check, heb ik al afgecheckt. Nou, ik moet zeggen, er is wel één ding wat denk ik heel erg dope kan worden. Okay. En dat zou kunnen betekenen dat ik in een jurk terug te zien ben. Of samen met de snor. Oké, ik ben nu al benieuwd. Ik wil het zien. Gaan we nog even een drankje pakken? We gaan meer dan één drankje pakken. 100. Bij een muur in de buurt. Is goed, doen we. Wat is er momenteel aan de hand? Wat moet je nu doen? Wat ik nu moet doen, ik moet nu Ajax bevrijden.
Ajax. Ajax. Yes. Je moet Ajax bevrijden. Ajax bevrijden. Van Feyenoord naar PEC Zwolle? Of, ja, ja, dat zijn we ook nog niet achter. Maar we moeten hier voor Ajax bevrijden. Zit daar verstopt. Ergens in het stadion. Maar even in het kort tot nu toe, wat vind je ervan? Ja, gaaf. Ja. Echt heel gaaf gemaakt. Ga je ook straks al meteen aan de slag als je thuis komt of kan je dat niet maken? Stiekem wel. Klein uurtje. Wat vind je van de hond? Ja, gaaf. Ja? Ja, het is wel een slimme dag. Het is ook wel makkelijker. Normaal raak je altijd wel een beetje je maten kwijt, zeg maar, tijdens het spel. Het is wel handig dat die hond er is. Die blijft tenminste op je wachten, weet je. Honden zijn tenminste trouw. Ja. En op mensen kun je niet rekenen. Nee, daarom. Honden wel. Precies. Oké, hartstikke bedankt man. Veel plezier nog. Wil dit een beetje lukken, maestro? Ja, zeker. Dank u wel. Oké, ja, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, hè? Want dit is de tweede take die we doen. En net ging het gewoon kut. Dus moet wel een beetje eerlijk zijn. Ja, natuurlijk. Hey, maar even serieus. Ik hoor aan je accent dat je of heel erg zuidelijk uit Nederland komt, of zelfs misschien van over de grens. Klopt dat? Ja, ik ben van België. Oké, hoe kom je zo helemaal van België kom jij naar Amsterdam om de nieuwe Call of Duty te checken? Dan heb je een aardige voorliefde? Absoluut, ja. Oké. En wat vind je tot nu toe het meest opvallend? Zit er genoeg vernieuwing in voor je? Ja, voor mij wel. Het is een zeer vernieuwende en leuke gameplay. Dus ja, het is echt een zeer leuke game. Okay. Het mooiste verhaal is natuurlijk dat je vanavond een extra plaatje meekrijgt. Absoluut. Okay, ja. Dus jij zit morgen nacht zit je waarschijnlijk nog te gamen. Ja, absoluut. Oké, ik zal je niet verder storen, jongens. Succes. Dank wel. Dennis, de afgelopen weken heb jij een speciaal team samengesteld van vrienden en bekenden. Ik zag dat je zelfs oproepen deed op Twitter. Speciaal voor dit event, is het een beetje goed gegaan? Nee. Het is niet goed gegaan? Nee, het was niet goed gegaan, maar dat lag ook aan mij. Nou, dat kan ik me herinneren, van vorig jaar hadden we ook een Call of Duty launch evenement. En toen zei je eigenlijk zo'n beetje precies hetzelfde. Dus misschien val je nu wel een beetje door de mand. Ja, maar kijk, ik schuif er niet onder stoel op banken dat ik heel slecht ben. Okay. Maar ik speel het ook nooit. Okay, nou, misschien dus moet je... Ik wilde gewoon een heel goed squad hebben die mij zou kunnen redden. Maar. Misschien als er volgend jaar weer zo'n evenement komt, moet je gewoon mij even een tweetje doen of een berichtje. En dan help ik jou uit de brand. Doe jij mee? Ik doe mee. Dan ben jij goed. Ik ben heel goed. Geen gelul, hè? Eén van de beste van Nederland. Deel. Dan mag jij mij redden. Is goed, jongen. Volgend jaar. Staat erop, hè? Ziet je. Ja, zeker. Thanks. En het zijn vier dames mag ik jullie hartelijk bedanken, maar als ik me niet vergis en dan denk ik even terug aan de repetities, volgens mij zijn jullie iets vergeten. Juist, en het is zover vanaf deze, het moment waar we op gewacht hebben, Call of Duty Ghost is officieel released. Dat verdient A, een weergeloos applaus en B, jullie mogen allemaal doorlopen naar de poort. En daar ligt voor iedereen een Call of Duty Ghost exemplaar klaar. Bedankt voor deze avond. Call of Duty Ghost is een feit. Bedankt dat jullie er waren. Call of Duty Ghost is out now. Het feest loopt op zijn eind. De DJ draait nog even wat lekkere plaatjes. En we hebben nog een aantal minuutjes om zo even een biertje te gaan scoren. Dus laten we dat in ieder geval maar even gaan doen. Ik moet wel zeggen, dit jaar, aankleding, locatie, settings, ze hebben er echt iets heel erg moois van gemaakt. Ja, het is wel echt heel mooi sfeervol, een beetje die post-apocalyptische sfeer vanwege dat hele fort en die vlammen en al die soldaten en al die honden en zo. Het is echt een heel mooi totaalplaatje en ja, goed, goede muziek en een paar biertjes, dat helpt ook. Ja. Dus. En een heleboel Rileys overal. Ja, hopelijk dat ze niet allemaal doodgaan aan het einde of zo. Dat zou echt heel goed zijn. Ja, maar dat weten we natuurlijk nog niet, want we hebben de game zelf nog niet gespeeld. Maar alle 500 mensen die hier zijn, die krijgen straks een exemplaartje mee naar huis. Maar op het moment dat je deze reportage zit te kijken, dan ligt hij waarschijnlijk al in de winkels. Dus dan kun je hem zelf ook gaan halen en lekker gaan gamen. Ja, dan ga ik lekker de PC-versie spelen. En ik haal hem voor mijn 3DS, denk ik. Kevin, zie je.